De spelers zijn er klaar voor. We krijgen wel nog een minuut stilte voor we eraan beginnen. Een minuut stilte voor de overleden kleinzoon van de stichter van de club. Met Chris Bruno. Geen buitenspel voor Théoué. Jonathan Théoué met het voorzet. En wat een mogelijkheid voor Stojanovic. Maar niet zo makkelijk met die stevige organisatie van Brussel. Swambertu met Gorjus bij zich. Dat is goed gedaan. Kan alleen doorgaan. Swambertu. En dan het schot vanuit de tweede lijn. En net geen doelpunt. Goed schot van Wilfried Delmat. En goede actie van Swambertu die er aan vooraf ging. Swambertu. Stolica. Mooi gedaan van Delmat. Wilfried Delmat met de voorzet voor Stolica. En wat een redding van Patrick Nijs. In twee keer zelfs. Stolica, mooi naar Delmat. Die kan infiltreren op rechts. Dat doet hij graag, Delmat. Koos voor de voorzet. Het wordt niet Keizer en dat hij die neergaat in het strafschopgebied. Maar iets te gemakkelijk neergaat. Dat hij. En dan Cordaro. Durfde niet te schieten, maar nu wel. Hele goede mogelijkheid voor Mohamed Dati. En opnieuw lag Cordaro aan de basis van die actie. Bruno wat verrast. En zo komt die bal bij Dati. Bombe. En dan het schot. Afgeweken bal. Heel gevaarlijk. Schot van Cordaro. Bruno. Kijken en dan wat laat de beslissing nemen. Obona. Théoué deze keer niet in offside. Théoué. Théoué die moet scoren. Hij doet het. Jonathan Théoué met zijn derde doelpunt van het seizoen. Jonathan Théoué brengt FC Brussels op voorsprong. Glipt voor het eerst door die buitenspelval. Nadat hij twee, was het drie keer in offside, liep in een soortgelijke situatie. Knap gedaan, Julien Gorjus opnieuw met de assist. Zijn vijfde assist van het seizoen al, Gorjus. En Théoué is de man die scoort, heel kalm blijft en dan resoluut afwerkt. Zo staat het 0-1 voor Brussels. Daman voorbij Bruno. Het schot van Daman. Goede redding van Patrick Nijs. En opnieuw een hoekschop voor Bergen. Eerste paal en tegen de paal. Bal nog altijd niet weg. Maar wat een kans voor Bergen. Nikese. En dan helemaal alleen voor doel het is goal. De gelijkmaker, Michael Wiggers op de juiste plaats. Helemaal alleen voor Patrick Nijs en zo kan hij scoren. De gelijkmaker voor Bergen. En we kunnen stellen, de verdiende gelijkmaker voor Bergen. Wat een vreugde bij José Riga. Hier, Michael Wiggers helemaal alleen. De laatste seconde van de wedstrijd tikken weg. Brahimi voor Daman, de voorzet. En Chris Bruno blijft bijzonder kalm. Een van de betere jongens van deze wedstrijd die onbeslist eindigt op een 1-1 gelijkspel.